What up Space, Tommy hier. Yo, kijkers. Hallo, Bo, wat is leuk dat jullie bij zijn gekomen van de schrik. Maar we begrijpen ook als het nog niet zo is. Als het niet zo is, dan begrijp ik dat ook. Neem je tijd. We dachten, misschien is het goed om een uitlegvideo te maken waarin wij jullie alvast vertellen wat er gaat gebeuren. Want zoals jullie weten gaan we natuurlijk weer op zoek naar nieuwe mensen voor Space om hun plekje op te vullen. Niemand is vervanger, maar we hebben natuurlijk wel twee nieuwe kandidaten nodig voor Space. Tim en Galit zijn niet vervangbaar. Alleen het plekje in de groep wordt overgenomen door twee andere jongens. Dus ik zou het heel erg waarderen als jullie de nieuwe jongens niet gelijk in een hokje plaatsen, maar ook gewoon de kans geven. Dit keer hebben wij niet een open talentenjacht gedaan, maar gewoon mensen uitgezocht die wij kennen van premières, TikTok, gewoon Insta. En die ons leuk leken om zich te solliciteren voor Space. De komende weken zullen 5 auditanten hun best gaan doen om jullie en ons te overtuigen een plekje in Space te mogen door middel van opdrachten die op ons kanaal gaat upload worden. Op het Space kanaal upload gaat worden. Ja, we... Oh jongens, wie wat hebben we daar? Dat zien jullie allemaal op dit kanaal. Sorry, is een beetje wind. Wij gaan kijken wie wij het best in onze groep vinden passen. Maar jouw mening is natuurlijk ook super belangrijk. Dat maakt deel uit van of je nou in Space komt of niet. Zonder jullie zijn we helemaal niks natuurlijk. Dus jullie mening is heel belangrijk in deze zoektocht. We hebben jullie echt nodig. Daarom kan jij na elke video die is afgespeeld je keuze achterlaten in een poll zoals, ergens hier in het beeld. Morgen komt om 4:00 de eerste introductievideo, maar om het nog even spannend te houden. Dan zullen er elke dag hints plaatsvinden op onze Instagram-accounts. En de hint wie de eerste auditant wordt, vind je op het Wijs & Space-account. Dus check dat en dan zie je de allereerste hint wie de auditant wordt van morgen. En jongens. Dat is beter. En we zien jullie morgen dan, jongens. En we weten dat het allemaal gek is. Zeker nu deze periodes, deze corona. En natuurlijk, wordt veranderd. En ik ben ook in shock, zoals jullie weten van vorige video. Maar je moet ook snappen dat het uiteindelijk het beste is voor iedereen. En ook voor het kanaal. We gaan het best van maken. En het wordt weer een nieuwe toffe groep, jongens. Dikke lof aan jullie. Geef de boys een kans. Ik ben super benieuwd wat ze ervan gaan maken. We gaan gewoon eerlijk zijn of het goed is of niet. En jongens, dan was dit alweer de uitlegvideo. Ik hoop dat jullie nu wat meer duidelijkheid hebben. En ik hoop jullie morgen weer te zien. Stay strong, stay safe. Let een beetje op jezelf en de mensen om je heen. En ciao. Ik zie jullie de volgende keer, oké? Later. Dikke lof naar jullie en dan zien we jullie morgen, grappies en grappinnen.